Net zoals alle andere planten heeft gras ook verzorging nodig. Door 2 keer per jaar te verticutteren, zorg je ervoor dat gras gezond blijft. Verticutteren zorgt ervoor dat de zuurstof en voedingsstoffen bij de wortels kunnen komen. In deze video laat ik je in een paar simpele stappen zien hoe je kan verticutteren. We gaan aan de slag! Zoals ik net al had aangegeven, is het verzorgen van gras ook heel erg belangrijk. Je wil natuurlijk een heel mooi groen gazon. Door 2 keer per jaar te verticutteren haal je alle dode resten van het gras af en zorgen dat de voeding en zuurstof bij de wortels komt. Ga je dat niet doen, dus laat je alles zoals het is, dan gaat er tussen het dode gras gaat er mos groeien. Nou, je wil geen mosgazon hebben, je wil een mooi groen gazon hebben, maar het gaat anders ook verstikken. En het verstikken voorkomt dat het gras gaat groeien, omdat er geen zuurstof en voedingsstoffen bij de wortels komen. Verticutteren kan je op 2 manieren doen. Voor een kleiner grasveld kan je de verticutteerhark gebruiken. Voor een groter grasveld gebruik dan de machine. Hij heeft 2 voordelen, maakt het werk een stuk lichter. En het tweede voordeel is, het verticutteert mooi egaal. Grasverticutteren kan je in 2 periodes doen, april, mei of september, oktober. In deze periode zit je nog voor het groeiseizoen van het gras. Hierdoor kan het gras zich nog voldoende herstellen. Verticutteren, dat doe je eerst in de lengterichting en vervolgens doe je het in de breedte richting. Maar het kan ook diagonaal. Nou, hoe vaak ga je verticutteren? Dat is afhankelijk van het mos. Heb je weinig mos, dan is 1 keer per jaar voldoende en dat doe je dan op 5 mm. Heb je veel mos, dan doe je het de 2e keer per jaar op 10 mm. In deze video heb ik je laten zien hoe je gras kan verticutteren. Ik zal de stappen nog even met je doornemen. Stap 1. Wat is verticutteren? Stap 2, marginaal of met de hand verticutteren. Stap 3, hoe en wanneer verticutteren. Wil je het allemaal nog eens rustig nalezen? Kijk dan op intratuin.nl.